Vandaag ben ik bij Arjan en bij Hubert om te kijken hoe zij werken aan biodiversiteit in Willemstad. Ik ben Hubert Knook, ik ben akkerbouwer in Willemstad. Ik heb een akkerbouwbedrijf van 85 hectare, waardoor ik onder andere suikerbieten teelt, aardappelen, uien en granen. Daarnaast heb ik ook nog akkerranden. De akkerranden heb ik ingezaaid voor de biodiversiteit en het voorkomen van de afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de naastgelegen sloten. Dit jaar heb ik ook bij mijn buurman Arjan Oosdijk een akkerrand ingezaaid, dit in het kader van SuikerUnie. Ja, ik ben Arjan Oosdijk, ik werk bij SuikerUnie. SuikerUnie is inderdaad heel actief op het gebied van de bijen. Denk ook aan het convenant met Naturalis wat we hebben getekend dit voorjaar. Elk jaar krijgen we bij de Kristal Helder een zakje bloemenzaad. En dat zakje heb ik gebruikt en ander zaad eraan toegevoegd om een bloemenrand in te zaaien. Bij elkaar is dat zo'n 400 vierkante meter geworden. En ja, het resultaat staat hier om ons heen. Het is echt een super mooie bloemenrand geworden. Ik krijg er ook veel complimenten over van mensen die hier over de dijk voorbij komen. En ja, je ziet de bijen, de hommels, de vlinders, andere soorten insecten. Het is echt prachtig geworden. Ik heb ook een aantal bijenhotels opgehangen waar je hier een voorbeeld van ziet. Als je naar de gaatjes kijkt, zie je dat een aantal van de gaatjes is dichtgemetseld door de bijen. Dat betekent dat de hotels goed gebruikt worden.